verbinden en ontmoeten is het hoofdthema van het ontwerp. De aanleiding voor het concept is de locatie zelf geweest. Als we dat gebouw handhaven en terug laten komen in een nieuwe vorm, dat we daarmee ook een soort gelaagdheid, een soort identiteit, een soort koppeling van waarden op deze plek konden laten landen. Ons gebouw staat als het ware over het bestaande NPD-gebouw, het entreegebouw en de loodsen heen. En geeft daarmee eigenlijk een knipoog naar hoe het hier ooit heeft uitgezien. Die binnentuinen zijn echt een plek om te ontmoeten tussen de verschillende bewoners en ook bijvoorbeeld tussen de NPD-lounge en Attiva. Waardoor er interactie is tussen de gebruikers. Wat heel belangrijk is voor ons plan is de samenwerking met alle partners die gaan zorgen voor de levendigheid in de voorzieningen en in de maatschappelijke ruimtes. Ik heb altijd gezegd, Overvecht is de volgende wijk en daar wil ik bij zijn. En ik zag dit voorbij komen en ik dacht, hier moet ik bij zijn, want ook hier wil ik het verschil maken. De Color Kitchen heeft laten zien dat zij kunnen verbinden en kunnen samenwerken, ook met verschillende partners. We organiseren dagactiviteiten voor kwetsbare migranten ouderen. We krijgen steeds meer vragen ook uit Overvecht, omdat daar ook een grote groep migranten ouderen woont. Gedachten lezen is bedoeld om buurtbewoners te verbinden met elkaar. Wij halen woorden op bij hun over wat ze van hun buurt vinden. En dat buurtgevoel wordt omgezet in een gedicht die we met Utrecht Stadsdichters Guild maken. En stukken van die gedichten die komen ook echt in de wijk. Vitalen Zo is een club die zich bezighoudt om leven in de brouwerij te brengen. Wij zorgen met Dura Vermeer, met de ontwikkelende partijen, dat leven in de brouwerij blijft. De mensen die wij opleiden in de Color Kitchen, de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, komen eigenlijk voor 80% nu al uit Overvecht. Dus hoe mooi is het als ik de cirkel eigenlijk bijna rond kan maken door te zeggen, we gaan nu starten in jullie wijk. We gaan ook jullie wijk mooi maken. Ja, ik denk dat dat heel mooi is om dat te kunnen realiseren met elkaar. Over 4 jaar is het een open gebied waar je vanaf het winkelcentrum doorheen kunt lopen. Dan zie je in het winkelcentrum dat de reuring in het New Practice District aanwezig is. Je ziet dat er mensen zitten te eten, mensen in schommel zitten, mensen lekker aan het water zitten. En dan word je als het ware toegezogen.